Stel je de volgende situatie voor. Gedragswetenschappers die hebben met elkaar gesproken binnen een bepaalde instelling over evidence-based werken. Professor Rispens had het daar ook over. Dus evidentie zou je kortweg kunnen zeggen. Zegt, gaan ze naar huis toe, zegt één tegen die ander van, moeten wij nu allemaal dukkers worden? Pieter, professor Rispens zei het ook, als het gaat om evidentieonderzoek, dan is de interventies op leertheoretische grondslag, die zijn heel goed onderzocht. Wat voor conclusie trek je eruit? Wat voor conclusie trek je eruit? Uit het feit dat daar, in die hoek, toch de meeste evidentie zit? Weet je wel. Nou, mag ik het even een beetje herformuleren? Ja. Dus het correspondeert niet helemaal met jouw vraag. En dat vind ik een heel serieus probleem in de Nederlandse zorg. Ik vind dat de Nederlandse zorg in een soort crisis verkeert. Ik heb daar een paar dagen over lopen nadenken, of ik dat wel zou zeggen. Ik vind dat het CCE daar ook een bijdrage aan levert, aan die crisis. Mm-hmm. Ik hoop niet dat ik nog mag blijven, maar... Kijk, ik zal het even toelichten. De laatste, laten we zeggen, 25 jaar heb ik modellen zien voorbij komen. Dat begon met snoezelen, dat begon met de theorie van Karl Müller, verdunning, facilitated communication, de gentle teaching. En nu hebben we het dan over sensory integration. Yeah? Ik vind dat een hele slechte zaak, dat steeds weer, dat die theorie, nou, het zijn geen theorieën, het zijn opvattingen, dat die steeds weer, of dat er ruimte gecreëerd wordt voor dit soort dingen. Het kost ongelooflijk veel geld. Als ik dan zo'n bijeenkomst heb meegemaakt en er valt zo'n term, ga ik direct thuis, ja, dat zult u zich niet verbazen, direct in scholengoogle.com opzoeken. Van wat betekent dat en wat is dat? En dan moet ik zeggen, het is niks. Het is werkelijk lucht, het is niets. Maar toch gaat daar heel veel belastinggeld naartoe. Want dan wordt er zo iemand wordt daar ingehuurd en die gaat daar heel veel tijd aan besteden. We hebben het gehad over beeldvorming. Ja? Toevallig ben ik me nou heel erg in het verdiepen in de beoordeling van mensen. Hè? In vervolg van David Kahneman, die over dat denken zoveel publiceert. En als je dan weet hoeveel fouten er gemaakt worden, ja? In de waarneming en de beoordeling van anderen, dan denk je, het is weggegooid geld. Daarentegen zie ik dat er zoveel kennis is. Neem bijvoorbeeld de gebarentaal. Het heeft niet direct met CCE te maken, hoewel, zijdelings wel. Ja. Ja? Er is zoveel bekend over om die kinderen en volwassenen gebaar aan te leren. Al was het maar 4, 5 gebaar, waarin ze dingen kunnen vragen aan anderen. Ja? Een orthopedagoog kan, als die een week werkt, een set van 5 gebaren bij iemand met Down-syndroom, waar die de rest van zijn leven iets aan heeft. Er is zoveel kennis. En ik heb tegelijkertijd het gevoel, er gaat zoveel energie verloren in nou weer die sensory integration. En dan de volgende week is het weer wat anders. En die hele tijd zijn we verlamd geweest door die gentle teaching, wat ook allemaal helemaal nergens op gebaseerd was. Ja? En ik denk, dat moet stoppen. En het CCE doet daar aan mee. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Okay. Niet over het CCE, dat is niet belangrijk dat wij eraan meedoen. Maar nee, dat... alleen sensorische ben ik niet met je eens, want dat vind ik een ander vakgebied. Maar goed. Wie van jullie wil erop reageren? Ja, ik voel me een beetje Calimero, hoor, op wetenschapsterrein. Ik behoud het ook maar een beetje zo. Ja, ik denk dat we in de... Ik noem mezelf liever geen gedragswetenschapper. Ik ben psychologie heb ik gestudeerd. En ik vind het eigenlijk even... Pieter, nu naar jou toe. Ik vind het zo jammer dat mensen zich gedragswetenschappen noemen. Ja. Ja, goed, wat zin in neem. Daar laten we maar even zitten. Wat wilde ik nou zeggen? Er zijn een aantal termen gaan nu rond in het wereldje, toch? Waar ik probeer, daarom zeg ik psychologie, ik heb psychologie gestudeerd, dat is ook maar een stukje van de sociale wetenschappen, waar sensory integration niet aan de orde is. Dus dat is een term die ik niet zou gebruiken en ook niet begrijp dat het onderbouwd kan worden. Volgens mij is dat, maar goed, daar weet jij meer van, mogelijk. Is dat het terrein van de neurologie? Dus als er ooit iemand iets over sensory integration zou kunnen zeggen, zou dat een psychiater moeten zijn die een flinke neurologische studie heeft gehad. Zo zit ik ook, je zei net iets over arousal en prikkelverwerking. Ja, dat is... Ik heb
zit te luisteren naar jouw verhaal. En wat je zeker weet, is dat je een soort een diagnose kunt stellen op gedragskenmerken. Ja, maar dat is iets anders. Hè? Dat is iets anders. Ja. Totaal iets anders. Ja, dat is iets anders. Sensory integration zijn. Ja, dat weet ik. Ja, ja. Dat is op een ander niveau. Dat weet ik. Nee, maar waar ik op wil wijzen, is eigenlijk een beetje in de verlenging wat jij zegt. Er doen allerlei begrippen komen er in de zorg, in het veld, in het sociaal werk, komt het naar voren, die de suggestie geven van wetenschappelijkheid, terwijl dat niet mijn wetenschap is, laat ik zo zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Ik begrijp je, maar mijn wetenschap, dat is niet, wetenschap is wetenschap. Ja. Kijk, nee, Pieter heeft volledig snap gelijk. Snap je, dat bezittelijk voornaamwoord vind ik. Het gaat over evidentie. Ja, Pieter heeft volledig gelijk. Er zijn veel te weinig evidence-based treatment. Dat is te weinig. Dat heeft Jan Rispers ook al gezegd. Nou, dat is ook waar we naartoe moeten. Want we weten niet wat de effecten zijn. Ik weet dan iets van autisme, maar er zijn talloze methodes voor autisme ontwikkeld waarvan we niet eens weten of A beter is dan C of D. Ja. Dus het kan best zijn dat je die of die pakt, maar het is ontzettend belangrijk dat daar resultaten komen die echt op die random trials komen. Want anders komen we daar niet goed uit. Ja, hoewel, en dat, daar lopen we achter. Hoewel ik dat, die gerandomiseerde, dat is een utopie. Dat moet nou ja, je niet. Dan doe je het ruim. Maar nee, maar dat zijn designs, multiple baseline design, waarbij je niet design, maar mensen tot een controle- en experimentele groep hoeft te benoemen. Iedereen is zijn eigen. Ja, iedereen is een controleconditie en zijn behandelingsconditie. Ja, dat wil ik nog even toevoegen. Ja. Hey, jij kan dat makkelijk zeggen, omdat het inderdaad zo is dat binnen de leertheorie alle effectstudies die het beste zijn opgezet, maar ook de beste resultaten tonen, komt vanuit dat deel. Dus ik denk ook dat je daar ziet dat het kan. Dus het moet ook vanuit de andere kant kunnen. Nou, ik wil toch een beetje afzwakken. In de zin, nu al? Nou, ja. We krijgen nou, ik wil het afzwakken, maar tegelijkertijd even waarschuwen. Voor de orthopedagogen die maandag beginnen met allerlei trainingen toe te passen. Dat als je die studies leest, bijvoorbeeld Journal of Applied Behavior Analysis, dan zie je dan schitterende grafieken. Ja. Dan denk je, oh, dat is schitterend. Dat is, zomaar. In ieder geval, als je dus verder leest, zie je dat het 10-minuten sessies zijn. Ja? Zeg maar 20 sessies achter elkaar van 10 minuten. Ja, maar goed. Daar heb je niks aan. Dat is een demonstratie. Ja. En dan kom ik eigenlijk op de kennis van anderen, van hoe moet je dat implementeren. En dan krijg je natuurlijk ook te maken met acceptatie bij anderen. Ja, bestaande kennis van anderen. Dan komt er een heel ander verhaal. Dus het is, die techniek die haal ik er wel uit. Ja? Maar de volgende fase, het implementeren, daarna is eigenlijk apart vak. Is bijzonder moeilijk. Gijs? Ja. Het moet wel. Ik wou er graag op aansluiten. Ik denk dat, Pieter, je hebt gelijk als je zegt dat er heel veel losse vlodders in omloop zijn. Dat klopt. Het is nog veel erger. Waar geen losse vlodder is, wordt de methode vaak heel onzorgvuldig toegepast. En dan ben ik bij het woord waar ik eigenlijk naartoe wil. Ik geloof dat er niet zozeer sprake is in de zorgverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking van toepassen van kennis, als wel op basis van een goed idee wat elders zijn waarde bewezen heeft, aan het ontwikkelen gaan in die praktijk. En dat is een verduveld hoge eis. Want dat moet je ook als je met een NS1-verhaal of met een multiple weet ik veel aan de slag gaat. Ik heb het serieus geprobeerd. Regelmatig. Maar het is verschrikkelijk lastig om de onderzoeksdoelstelling die je dan eigenlijk hebt te combineren met de praktische doelen van de situatie al daar. Dat, sterker, ik denk dat dat heel vaak strijdig is. Dan gaat het een ten koste van het ander. En je kunt dat een tijdje in de lucht houden. Maar ik geloof niet dat onze begeleiders dat vak zijn gaan beoefenen om onderzoeksdingen te gaan doen. Nee, dat suggereer ik ook niet. Dat is een beetje de consequentie van die design kwestie. Dan zou ik zeggen, dan moeten we ze zo professioneel begeleiden dat zij de goede ideeën die ze van ons misschien wel krijgen systematisch in praktijk brengen op een zodanige manier dat het ook nog ergens klopt met dat model wat we gemaakt hebben. Ja, maar wij hebben het nou steeds over groepsleiding, hè? Ja, die van staan begin af aan. En ik denk dat er heel veel een grote rol is weggelegd voor de orthopedagogen. Ja. Die in een 1-op-1
relatie, hè, zoals de toilettraining of de gebarentaaltraining. Ja. Dat moet je niet vragen aan groepzijing dat te doen. Nee. Ja? Bedoel, ik vond zelf altijd al ingewikkeld zo'n toilettraining uit te voeren. Laat staan dat je dat andere mensen vraagt zonder die kennis allemaal. Ja? Dus dat moet je zelf doen. Ik denk dat de orthopedagogen ook zelf één op één, misschien van iedere week dat je werkt, zo'n 8 uur per week, op een één-op-één relatie met... Misschien doen mensen dat. Dat klopt. Dat is volkomen juist. En het is voor jezelf ook heel therapeutisch. Ik heb het zelf altijd als heel aangenaam ervaren... Ja. om met een cliënt één-op-één op nog geen 30 centimeter bezig te zijn. Ik denk en dat ik snap niet waarom dat bijna niet gebeurt in Nederland. Ik denk dat een goede gedragstherapeut... of een heel stel goede gedragstherapeut in een instelling goud waard is. Laat dat heel helder zijn. Dat geldt trouwens ook voor andere disciplines op een handelgebied. Dat is het punt niet. Het gaat erom dat dat één-op-één verhaal pas geldt op het moment dat dat ook het probleem gaat oplossen waar de mensen mee komen. Dat kan. Je kunt dat oplossen. Stel dat iemand... Ik heb het steeds over die gebarentaal, dat ik daar buitengewoon van gecharmeerd ben, omdat mensen hun leven gaat gewoon een andere richting uit. Waarom is het niet mogelijk dat iedere cliënt in Nederland die niet kan praten, die dingen niet duidelijk maakt, ja, een alternatieve vorm van communicatie krijgt? Ja? Nou, dat moet je niet aan ouders vragen, dat moet je niet aan groepsleiding vragen, dat moet je zelf doen. Ja? Begeleiding met een goede logopediste of iemand die op dat gebied veel kennis heeft, ja? Dan kun je het zelf doen. Mijn studenten hebben het allemaal gedaan. Ja? En er zijn op de winkelsteeg tientallen mensen, die kunnen 4, 5 gebaren. Ik wil drinken, ik wil muziek luisteren, ik wil open dicht maken. Het zijn maar een paar gebaren, maar ze kunnen er nog 80 jaar mee vooruit. En dat is een gigantische investering. Anton, ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dus laten we zeggen, het directe contact van de vakman, in dit geval van de orthopedagoog, met de cliënt, met, laten we zeggen, beproefde technieken. Dat pleidooi wat Pieter houdt. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat het ook een zeer belangrijk punt is. Maar in mijn praktijk... Er waren 2 gedragswetenschappers en 1 psychiater en wij hebben 50 kinderen gehad. En voor die 50 kinderen hebben we ook zoveel leiders gehad. En wij hebben gewerkt aan relatietherapie. Jacques was ook een van de beoordelaars van effect van relatietherapie. Dat was lang geleden. Heel lang geleden. Ja. En gedragswetenschappers en ik ook, wij hebben geleerd, groepsleiding, hoe ze in het begin, hoe ze moeten omgaan met kinderen. En dan hebben wij van hen geleerd wat allemaal gebeurt in die interactie. Ja. Dat hebben we op video altijd gezet en samen geleerd. Dus ik denk dat eigenlijk... een gedragswetenschapper bezig wordt met 1 persoon, dat een luxe is, niet betaalbaar is, in ons maatschappij tenminste. Ja, dat kan ik niet helemaal volgen, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk een enorme investering als je iemand zinnelijk maakt. Ja? En je bent er 24 uur mee bezig, wat zeg maar het gemiddelde is, wat... Ik heb het niet over de waarde van het resultaat, over betaalbaarheid van de Ja, maar de dat werkkracht. Is betaalbaar. Dat is betaalbaar. Waarom zou dat niet betaalbaar zijn? Het levert al direct resultaat op. Als je iemand zijn 8 gebaren aanleert en die doet er nog 70 jaar mee, dat is toch niet in geld uit te drukken? Ja, toch even, daarover. Ik denk toch dat die 70 jaar, dat zeg je vrij stellig, net was het 80, dus het wordt al minder. Maar... Ik vraag mij af of niet het grote probleem is dat we gewoon... Kijk, stel je hebt een succesvolle behandeling. Daar zijn goede technieken voor. Er zijn hartstikke goede deskundigen voor. Dat werkt. Maar nou de volgende vraag. Hoe houden we in stand wat geleerd is? En wat ik meen te zien, is dat in die dagelijkse situatie onvoldoende, zeg maar, verankering, uitnodiging zit om het in stand te houden. Ik heb zelf een keer die fout gemaakt, daar heb ik iemand leren klokkijken, op een hele strikte manier. En vervolgens bleek, daar had ik niet over nagedacht, dat in de hele voorziening geen klok te vinden was. Maar we
misschien. Ook dat is al jaren geleden. Maar goed, ik wil maar zeggen, je moet iets van, en daar zit ik steeds aan te denken. Het gaat dus niet om of behandeling succesvol of goed of wat dan ook is, maar hoe gaan we daar nou mee door? En hoe kom je nou verder in het hele verhaal? Ja, dat is wat mij bezig gaat. Generalisatie. Van... Ja, nee, instandhouding. Ja. Nou ja, ja, instandhouding. Ja. Mag ik mee met generalisatie? Ja. Ja, oké. Okay. Voorzichtig stapje zettend. Wat zou het fijn zijn als je al die kinderen of mensen 5 gebaren aan zou kunnen leren? Fantastisch. Toch? Ga ik niks tegen inbrengen. Maar vanuit de leertheorie heb ik iets geleerd over extrinsieke bekrachtiging van gedrag en intrinsieke. Als je nou uit wil op generalisatie en in stand houden, dan zoek je naar intrinsieke bekrachtiging van gebaren, van gedrag of wat dan ook. Tenminste, nu even vanuit de theorie. Ja, ja. Vanuit de manier waarop ik graag te werk ga, is dat je, dat is fantastisch is als je mensen gebaren aan kunt leren, moet je ook doen, maar het kind heeft een eigen taal. En in die eigen taal zit intrinsieke, intern gemotiveerde motivatie om te communiceren. En als je die gebarentaal of wat dan ook, als je daarbij aan kunt sluiten, dan geef ik je een briefje dat het gaat generaliseren, dat het in stand blijft en dat het verder gaat. En dat zelfs als je daar nog meer bij aansluit, dat die cliënt vaker zal zeggen tegen die nieuwe begeleider die gebaren niet begrijpt, die gaat hem aan zijn jasje trekken. Toch? Je bent vergeten te luisteren naar wat ik jou wil zeggen met mijn gebaren. Die wordt communicatiever. Dat is niet gebaren gebruiken, maar communicatiever. Iets over extrinsiek en intrinsiek. Had ik wel eens iets van gehoord. Kijk, bij de keuze van een gebaar moet je natuurlijk wel weten dat dat voor iemand belonend is. Ja. Ja? Als iemand graag muziek luistert, dan moet je het leren, ik wil muziek luisteren. Kijk, en als je dus iedereen een eigen communicatiesysteem toelaat, hè, dan krijg je op een gegeven moment toch dat het bijna niet meer te interpreteren is voor groepsleiding. Ja. Van de ene doet dit en de ander doet dat. Ja. Kijk, en dat is bijna niet meer te ver. Ja. Dat kun je bijna, dus je moet wel een soort uniform geaccepteerd systeem hebben. Ja, want anders. Dat hebben wij zo gedaan. Ik ga een beetje mee schermen. Mijn achtergrond is ontwikkelingspsychologie. En vroeger moeder-kind interacties, toch in communicatie. En een moeder die past zich, toch, daar hoeft ze geen cursus voor te volgen, geen gebeuren, die past zich aan bij de klanken, de tonen, de beweging van het kind. En zo groeien ze met elkaar in een gezamenlijke taal. Dus je schetst een soort schrikbeeld van gehad dat het alle kant, dat een soort Babylonische spraakverwarring wordt. Maar de kans is groter dat je in elkaars taal gaat groeien. En dat je elkaar op die manier vormt in een taal is niet aanleren. Is dus je vormen in een manier van communiceren die we gemeenschappelijk hebben met elkaar. Goed, ik wilde even een overstap maken. Ja. Ina, jij had het in jouw interview over fenomenologie. Daar had Jan Rispers het ook al over. En als een bepaalde vorm van wat hij dan noemt de interpretatieve traditie. Tegenover het meer objectieve. Je zou misschien kunnen zeggen van fenomenologie heeft heel veel te maken met waarnemen zonder vooringenomenheid. Hoe beschouw je dat? Vind je dat een wetenschappelijke activiteit? Of beschouw je dat als voorwetenschappelijk? Of beschouw je het als een onvermijdelijke aanvulling? Zou je er iets over kunnen zeggen? Ik vind het een onvermijdelijke aanvulling. Ik vind dat je sowieso moet leren kijken zonder te interpreteren. Als ik onderwijs geef, dan laat ik ook vaak videobandjes zien van waarvan het misschien wel duidelijk is dat ze achter dat kind achter is in ontwikkeling of naar het autisme gaat, et cetera. Maar ze mogen dan de eerste 5 minuten geen commentaar leveren, al met interpretatie, maar puur wat zie je. En dat zit ook in het taalgebruik, dat je alleen moet beschrijven wat je ziet en dat je er absoluut niet achter gaat. En dan pas mag je de volgende stap maken. Dus ik vind het wel bij het wetenschappelijk proces horen. Maar ik vind als het ware, als we het over waarneming hebben, dat dat voor de wetenschappelijke interpretatie gaat. Kun je nog ingaan waarom je het noodzakelijk vindt? Ja, omdat we te snel kijken vanuit een bepaalde bril. Zeg maar, als ik college geef over autisme, dan denkt iedereen, het zou wel een autist zijn. Ja? Mm. Nou, dat is, doe ik natuurlijk ook wel heel vaak dat het niet zo is. maar met name, dus ook om gewoon te leren kijken, maar wacht heel even. Je hebt kennis meegekregen om mensen te beoordelen. Dat heb je gewoon geleerd en je hebt allemaal je eigen, of dat nou goed is of niet, maar dat heb je gedaan. En ik vind dat je dat ook moet gebruiken. En dat je dus niet onmiddellijk moet zeggen, hij is achter in ontwikkeling. En wat is die taalachterstand groot? Ik zeg, waarom? Ja, hij zegt niks. Ik zeg, ho, 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 hè? Misschien zegt zijn
uitdrukking wel iets. Of, dus je moet heel erg goed... Dus daar, ik vind gewoon dat dat er vooraan aan vooraf gaat. En daar hamer ik, dat zei Yvette dus ook al, maar daar heb ik in het onderwijs al verschrikkelijk op gehamerd. Ja. Ja, ja. En nog. Anton, hoe kijk jij er tegenaan? In jouw boek komt het woord fenomenologie ook voor, een bekende boek. Ja, ik vind de fenomenen op zichzelf een zeer belangrijk punt. Maar bij mij gaat ook de vraag, hoe is het fenomeen ontstaan? Ben je aan het interpreteren? Bij een stap verder. Ja, en mijn diagnostiek uiteindelijk bestaat ook uit fenomenologie. Maar de basis, dat fenomeen tot stand gekomen is. En voor zoiets dan ga je redelijk ver. Je gaat, omdat ik kinderpsychiater van opleiding ben, dan ga ik zeer ver naar de voorgeschiedenis van de persoon. Mm. Kijken hoe de eerste dagen na de geboorte eigenlijk goed de zwangerschap geweest is, enzovoort, enzovoort. En daar kan men al iets vinden, eerste signalen vinden. Het gaat niet goed, of het gaat goed. En toen ineens is verandering ontstaan. En dat moet een zeer sterke teken zijn. Dan gaat pas onderzoek rondom die verandering. Welke processen zijn op die tijd geweest die tot die verandering gebracht hadden? Dan zit jij al in je proces dat je zegt, ik begin normaal. En dan wordt het abnormaal en dan zeg maar de psychiatrie, hè, dat wat ze zei. Maar dan heb jij al naar het normale gekeken, wat de eerste stap in de fenomenologie is. Juist. En dan zeg je, wacht even, het is toch anders. En dan ga je die terugweg maken. Juist. Dat is normaal, ben ik het mee eens. Ja. We kunnen niet in het hoofd van Pieter kijken, maar ik kan wel in het hoofd van een aantal mensen in de zaal kijken, want die denken, er is iets bijzonders. Pieter, die zal waarschijnlijk nu denken van ja, de vroege jeugd en dergelijke, dat zal allemaal wel, want daar kunnen we toch niet zo, kan ik niet zo vreselijk veel mee. Maar dat was iets bijzonders, Pieter, dat verhaal van jou. In het interview van jou ging het ook over jouw leertheoretische benadering enzovoort. En toen vertelde jij iets over het fenomeen angst, wat je bij cliënten waargenomen had en dat jou aan het denken gezet had. Mm. En toen ik dat van jou hoorde, toen moest ik gelijk denken aan Anton. Toen dacht ik van nou, kennelijk zitten jullie toch niet zo ver uit elkaar. Want je zei toen ook zoiets als, die angst die zou best eens in de vroegste jeugd, maar toen had je het met name over zelfvolend gedrag, maar kunnen zitten. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Ja, kijk, ik hoef de mensen die hier in de zaal zitten niet te vertellen dat mensen met zelfverwonderd gedrag vaak enorm angstig zijn. En die gaan op hun handen zitten of steken hun handen in de kleren. Nou, je kent het allemaal al. En dat is een verschijnsel wat eigenlijk in de gedragsanalyse niet aan de orde komt. Ik heb me daarover verbaasd, want dat is een groot probleem. En toen ben ik min of meer, toevallig is misschien een sterk woord, maar ik ben erachter gekomen. Ik zag grote parallellen met de neurotische paradox van Moore. Dat heeft ook in dat boek gestaan, hè, wat door het CCE is. Dat kan ik hier niet uitleggen in detail. Maar het komt eigenlijk op neer dat je kunt gedrag simuleren bij proefdieren, onder bepaalde condities brengen, wat erop gaat lijken dat die ratten zichzelf verwonden. Ja, laat ik het zo uitdrukken. En dat kan zo ver gaan dat ze zichzelf uiteindelijk om zeep helpen. Ja. Ik vond het een heel fascinerend fenomeen. Ik vind verschrikkelijke experimenten, laat ik dat wel zeggen. Ik ben vegetariër, dus ik zou nooit experimenten doen op met dieren. ook niet opeten. Maar, ik vond dat zo'n indrukwekkend fenomeen. En toen keek ik naar zeg maar, mijn cliënten met zelfverwonderd gedrag. En ik zag eigenlijk heel veel overeenkomsten. Toen ben ik me gaan verdiepen in angst. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat angst is een laatste fase in de ontwikkeling van die zelfverwonderd gedrag. En dat de kans op dat ontwikkelen, dat heeft toch wel te maken met iets wat in een hele jonge jeugd gebeurt. En dat heeft iets te maken, denk ik, met wat we bij Harlow, u kent die experimenten van Harlow wel met die aapjes, hè, die dus gedepriveerd werden van hun moeder. En je zag wat daarop, die vertoonden diezelfde soort gedraging. Dus ik denk dat wat jij doet, dat klopt. Ik bedoel, dat past in dat denken.
Wat gebeurt er vanaf het eerste moment dat een kind geboren wordt? Met een verstandelijk handicap, ik kan me voorstellen dat er iets gebeurt van hechting, maar ook van gelijke tijd van afstoting. Dat kan niet anders. En ik denk dat in dat conflict, er moet iets fout gaan, wat uiteindelijk bij een aantal mensen leidt tot die ernstige problemen. Ik zou nog aan een ander fenomeen denken, die zeer moeilijk te onderscheiden van angst, in zeer prille jeugd, en dat is woede. Woede die ontstaat door pijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Baby is, heeft honger. Honger wordt ervaren bij baby als pijn. Mm. En pijn maakt dat baby dat arousal stijgt, dat haar baby gaat huilen. En zich uiteraard kan dan bewegen in de zin van stereotype bewegingen. Ja, ja. Enzovoort. Daar ligt misschien de bron dus, ja, van stereotypie. Ja, ja. Maar is dat nou angst of woede? Dat kunnen we niet zeggen. Maar ik denk dat door deze theoretische benadering, dus pijn, woede en dan arousal en dan motorische verschijnselen, ja, ja, ja. Dat ongeveer de weg, die primordiale weg zou zijn. En later misschien, als een keer al zelfvormend gedrag aan de orde is, en als dat al langer aan de orde is, dan herken ik, in mijn praktijk heb ik herkend angst over wat je praat. Ja, ja. Angst voor eigen handen. Ja, ja, ja. Angst om losgelaten te worden. Dat is duidelijk herkenbaar. Ja, ja. En dan nog, waar leidt dat naartoe? Het kan leiden naar psychiatrische stoornis, naar depressieve stoornis, psychotische stoornis of volledige autistiforme teruggetrokkenheid, passiviteit. Uiteindelijk. Ja. Ja. Ik wil heel even een verbinding brengen naar Ina, de fenomenologie. Wat interessant is op het gebied van autisme, dat we dus nu eigenlijk weten dat de hoogste comorbiditeit van autisme gaat samen met angst. En er zijn onderzoeken die liggen tussen de 11%, maar ook lopen op tot 80%. Zo vaak komt dat voor. En dan is natuurlijk de vraag, wat is het kip en het ei? Ik denk dat heel veel kinderen die dan toch geboren worden met autisme, dat die dus door de aanpak, dus ongelooflijke angst, en ook al woede, maar vooral angst en die paniek. En dat is echt heel hoog. Precies. Je hebt, tegenwoordig weten wij vanuit nieuwere onderzoeken, dat amygdala bij autistische kinderen wat groter is dan bij de gewone kinderen, doorsnee. Ja. Wat wil zeggen dat die amygdala meer actief is. Ja, ja, ja. En amygdala is voornamelijk actief is voor angstverschijnselen. Ja. Wat zou antwoord kunnen zijn? Ja. Wat gaan we dan doen? Amygdala kleiner maken. Ja. Rekening houden met. Ja? Ja. Gaan we dan aan het soezelen of zo? Ik vind het heel, heel vermakelijk eigenlijk hoe jullie twee elkaar vinden met de analyse wat er in het verleden gebeurd is. Dan gaan wij een beetje naast elkaar zitten en nu kom je dat kind dus tegen, al dan niet met autisme. Ontzettend angstig, die zijn handen en zijn armen wegtrekt, die in paniek raakt als je hem loslaakt. Dat is toch wat we nu moeten bestuderen en waar we nu een ingang in moeten proberen te vinden. Ja, ja. Ik daag jullie een beetje uit. Zeer waarschijnlijk zou je het zo kunnen verklaren. Nee, als het dan even mag. Ik denk dat als je dat weet, hè, dat weet, precies, dan hou je daar rekening mee. Ja. Ja? Precies. Maar nu krijgen ouders kinderen die autistisch zijn, maar niet weten dat ze autistisch zijn. Ja? En die gaan misschien heel drukke dingen doen met die kinderen. Ja. Ja? Nu gaat het over de onderkenning van autisme, toch? De waarde daarvan. Nou ja, om even daarop aan te sluiten. Ja. Maar goed, dus wat ik wil zeggen eigenlijk, ik kom kinderen al dan niet gediagnosticeerd als autistisch in deze toestand nu tegen. Ja. En daar en wat nu? Ja, wat nu, ja. Ja, dan fantastisch, dan gaan we beginnen. Ja. Terug naar dan komen we, hoe was die uitspraak ook alweer? Daar komen we vast uit. Daar komen we vast uit. Want het kind, nou goed, dat zijn woorden die jullie toch niet kunnen volgen. Dus daar komen we echt uit. Nee, daar kom je uit. Als je ziet, dat ziet, dan ga je natuurlijk terug naar het autisme. En dan probeer je die angst eens weg te nemen door gewoon een hele duidelijke structuur en omgeving, et cetera. Het is preventief. Dat ga ik helemaal niet doen. Als ik zie dat het kind bang is om zijn arm te pakken, autistisch of niet, van goh,
Als je het riempje losmaakt, dan zie je al de angst in de ogen komen. Nee, maar dat doe je even anders, hoor. Dat doe je niet zomaar los. Nee, ik niet, maar er is een begeleider die intuïtief al weet hoe ze daarop in moet spelen. Ja, en daar sluit ik maar dan ga je in je hele begeleiding, dan ga je echt stap voor stap. Je gaat dat bandje in één keer afhalen. Ja. Nee, uiteraard niet. We hebben over verschillende stadia van het probleem. Jij bent met één stadium bezig. Je moet eerst door zijn drie zijn of zo. Dankjewel. Ik wilde hier, gezien de tijd gaat ontzettend snel, ik wilde hier dit thema mee afsluiten.